gaan eten? Worst. Ga je die nou allemaal opeten? Nee. Oh, kijk, zij doet het als de camera niet op haar gerecht staat, hè? Nee, zin nou. Ja, euroshoppen, hè? Euroshoppen. Pak gewoon, hebben ze daar geen handbaan? Wat is servelaat en wat is salami, wat is het verschil? Weet ik toch niet, eens is knoflook en volgens mij, een ander niet. Hier, wie heet die? Ja, pak wel eens. Wat moet jij erop hebben dan? Gewoon ham en zo? Wat hebben we dan? Ja, dat is lekker. Ham, schoterham. Ja, maar mijn is uit. En kiers niet, hè? Kiers het smelt. Nee, kiers is ook niet lekker. Moet je nog? Ja, hallo. Kijk, zij moet ook een moeite van de pak voor jou. Span die mond. Die is ook lekker, hè? Ja. Ik ga in mijn bord vlug. Ik pak mijn vlug cola en een pakje drinken. Ik heb nog in de ding gezien. Mama, je hoort er niet eens. Cola vanille, die is lekker. Hebben we die, ja? Nee, dat is van alleen. Nee, want bij de plus kan je blikjes kopen. Nee, moet jij zonnen? Ja, kijk maar. Ik heb toch? Ja, weet ik, maar voor mij. Ik ben 80 man met iets les. Ik drink het sowieso niet. Ja, ik ook niet, ik heb water. Ja? Dus die fles is voor mij. Ja, nou, waar staan hier die Wiki pakjes? Kleine pakjes van Wiki. Ik moet sowieso even koffie pakken. Hier zit ook bij de koffie. En mijn snoep. Maar ik wil het leuk vinden. Oh ja, breutjes. Breutjes. Ik heb echt veel. Zal ik gewoon die witte puntjes pakken? Hè? Moet je zelf eten. Gewoon deze of smaken die niet? Die ja, die is ja? Ja? Eén zak genoeg? Nee, ik denk het niet. Nee? Nee? Ik heb nog drie broodjes thuis liggen, ja. Ja, met dat uitgehongerd kind had honger bij een toch te houden. Kind had honger, ja. Je moet geen andere mensen vullen, hè? Nee. Hey, loop eens even naar die daar kan je op proeven. Ja, dat is niet zo. Alleen maar koekproeven. Maar die peper, man, de hele bek staat in brand. Ja, dat ben je ook. Hoe lijkt het ook lekker? Hé, waar ligt die? Ja? Ja, of die gevulde pepers. Oh, het is nog lekker, hè? Die, met dat wit krijg je eraan. Oh, best lekker, hè? Wat dan? Niet zo'n gevulde koek. Die gevulde koek met... Nee, het is gewoon een eierkoek met kozijnen. Ja, heb je ook... Wat? Hoe sta jij me dan? Ik ben dat drinken en zoeken. Het uitgeteerd drinken. Niet mensen. Nee. Hoi. Hey. Doei. Oh, jij moet bier hebben. Bier? Ik wil een drankje doen, jij niet? Ik moet auto rijden, koekoe. Hoe bedoel je, je moet auto rijden? Voor zonnigheid? Oh ja, oh ja. Ja, wat gaan we drinken dan?
Ik denk dat ik met die vruchtenbier pak. Ik vond die heerlijk. Maar mag ik of deze? Of neem dinges mee. Ja, pak dan. Maar... Of we nemen dinges mee. 43. Of mag ik... gek. Ik ga er geen 43 drinken. Niet zo sterk. Ik wil gewoon een gezelligheidsdrankje doen. Oh, één flesje bier. Dan hebben we de smaak te pakken en kunnen we stoppen. Nee. Hallo. Je moet niet te veel dingen alleen maar filmen, die kieten. Ja, nee, ik heb zo een kijkje. Je moet het samen filmen. Nee. Rad op. Ja, sake. Doe je sake met hakasoka shika. Wat staat dat? Ja, hakasoka shika. Ik zoek die bierreas. Pak maar 5 flesjes van. Sangria, ja, is ook lekker. Ja, maar dan moet je allemaal spruitje halen. Pak je zo'n pot met spruit. Ja, drink jij niet? Doe er rietjes erin. Wat drink jij dan? Ja, ik weet niet. Is het niet flink met dat weer? Heb je nog een stuk kaas? De link met dit. Ja, kaas. Hier, moet het toch zijn. Pakskus. Mevrouw, niet die vrouw, maar... hebben jullie ook fruit of bier en fruit smaak? Ik heb dat een keer gezien met kersensmaak. Is dat die? Rozen, ja, rozen dingen ze staan. Is dat met vruchtensmaak? Dat is met vruchtensmaak. Maar is dat de enige die jullie hebben? Want ik zag dat je losse flesjes daar ook van kon kopen. Niet, ja, maar deze ik heb hier niet los. Wat wil je? Nee, Rosé vind ik niet zo lekker. Yo, welke moet je hebben deze aan? Moet je ook wat? Weet je wat die kost, hè? 4,25 euro. 32. Wow, wat een geld. 4 euro. En jij wilt ook een plezierdrankje, hè? Hi, mevrouw. Hello. Alles goed? Jawel, maar jij hebt een flesje sterke drank van. Heb je een flesje sterke drank van? Ja, we kennen ook één glas sterke drank en een biertje. Doe me dat wel. Pak eens die Becky. Ja. Oh. Welke zal ik nemen? Nou, anders pak ik wel appelsap. Voor wie? Voor mezelf. Als ik dorst heb. Of via spa met vruchten. Ja, dat is ook wel lekker. Kijk, meteen een andere prijs aan. Ja, de. Zet er ook wat voor die koffie. Sorry, Koos. Ik vind het een beetje te duur. Ik denk toch maar dat ik deze pak. Meer als genoeg. Goed, zijn lekker. Dat vind ik wel. Ja, welke drankjes we pakken dan? Nee man, kom, we gaan geen sterke drank doen. Nee? Nee man, daar kan je nog we kunnen ook Chardonnay drinken. Wat is dat? Chardonnay? Wat is dat? Wijn. Zoiets. Of Lambrusco. Dat is ook een mooi kleurtje, man. Dat is een mooie kleur. Kijk. Is het 50% alcohol in één? Hier 14,5 man. Dat is een halve liter. Citroenlikeur. Nee, maar dat is te sterk. Daar gaan we kapot aan. Ja, en dit dan? Wat is dit dan? Het is hetzelfde, maar dan een goedkopere versie. Dat lijkt me ook wel lekker. Dat. Weet je wat nou lekker was? Lekkere Baileys. IJskoentjes erin. Ja, ik heb IJskoentjes, maar die zijn allemaal niet. Hou dat ding recht. Zullen we ze versieren? Nee man, lille kost. Ja, wat doen we nou? Ja, gewoon dat. Ik pak nog een zakje granaten met zout. Deze is lekker. Is dat met zout? Nee, dat is niet zo normaal te proberen. Dan moet je gewoon een naturel pakken. Dit is naturel. Dit ook. Nee, kom maar. Nou, dat was mijn dagje winkel. Ik zou zeggen, we gaan zo meteen verder. Dus klik je dadelijk op dagje uit met Johanna en Selina, deel 2. Goedemiddag. Ja, hè? Ja.